Hey jongens, welkom bij een nieuwe Spelen-Kinder-mode, waar we nu voor de tweede keer bij PSV zitten. En vorige keer, hoe zat het? Ajax verloren, heel spijtig, zeker omdat dat onze grote concurrent is. Man United gelijk gespeeld, terwijl ik zelf het team niet bestuurde. Misschien maar best dat ik het zelf niet bestuurde. En dan een mega grote overwinning op Valkenburg. Valkenburg, wat zeg ik nu? Dat team bestaat toch niet eens? Go Ahead Eagles zeker. Wat zei ik allemaal? Als ik Go Ahead Eagles hadden we een zware overwinning opgehaald. En we staan 9e. Wat krijgen we deze aflevering te zien? Heerenveen en Paris Saint-Germain. Als we die allemaal mogen spelen natuurlijk. Ik denk dat ik deze Cambuur er ook bij ga steken nog. Dan zijn twee interlandwedstrijden. Hopelijk mogen we meedoen bij België. Waarschijnlijk wel. Dus drie afleveringen. Twee die ik er zeker moet winnen. En PSG, ja, dat zal een ander verhaal worden. We hebben momenteel 1 doelpunt, 1 assist. En ja, laten we dat een beetje vergroten. Speel als team. Veel beter dan alleen. Oh, Velodrivers. Easy peasy. Ha. Tweede minuut. Velodrivers scoort. Kusjes op de pols. Turken draaien. En PSV is blij dat wij in deze leenfase zijn. Kijk, gewoon ertussen. En dat op wereldklasse. Hoho, niet normaal. Beast Velo. Oh, Heerenveen komt. Oké, geen penalty. Goed gedaan, team. Oh, Heerenveen is er terug. Goed, zo zoet. Oh, Velodrivers chipt hem naar Wijnaldum. En Wijnaldum maakt het mooi af. Lange passen, plus 1. Wijnaldum heel mooi getrapt. En we staan 2-0 voor tegen Heerenveen. Hier is het chipje van Velodrivers. En in één keer, bam, binnen. Kom aan, Velodrivers. Velodrivers, tankt die. Boom, onze tweede van de avond. Kunnen we dat hat-trickje nog scoren? Ik hoop van wel. Oh, Heerenveen, wat ruimte. Zoet goed onderschept. En geen corner. Jawel, wel een corner voor Heerenveen in de 45e minuut. Eens kijken wat ze daarmee gaan kunnen doen. Heel goed opgesteld, denk ik. Oh, ze geraken er toch aan. Vrije ruimte daar. Weer afgeblokt. Geen nieuwe corner. Oh, weg met die bal, weg met die bal, weg met die bal. Oké, nieuwe corner voor Heerenveen. De bal gaat hier niet weg. Nee! Weer een nieuwe corner. Kom aan, jongens. Blijven verdedigen. Blijven verdedigen. En nu fluit hij af. Oké, eerste helft zit erop. 3-0 voorsprong. Dit wordt. En Velodrivers is ertussen. Skill move. Boom. Hat-trick. 70 schoten op doel. En dat geven ze. 70ste schot worden doelpunt. Hier is mooi. Voilà, de wedstrijd zit erop. 4-0 overwinning voor ons team. Bij een hat-trickje voor Velodrivers. Dus dat is wel super vet. Maar nu gaan het komen ze. De clash. Paris Saint-Germain. Net als vorige aflevering waren we eerst super goed. En ja. Dan waren we ook downhill gegaan. Toen we tegen Ajax moesten. Dus ik ben benieuwd. Nu mag ik niet vergeten om op het bestuur te klikken. Om op hele teambesturen te klikken. Dus alles op het gemakje doen. Voilà. En ik ben benieuwd tegen wat voor een team dat we gaan uitkomen. Want ik verwacht niet echt dat ze alle toppers gaan opstellen. Maar we zien wel. Oh, hier kwam Paris Saint-Germain al even opzetten. En ze spelen Melder, Beast Team. Pogba zit ondertussen ook al bij Paris Saint-Germain. Dus die zullen ze hebben gekocht. Zlatan staat erop. David Luiz staan er allemaal op. Dus het is echt hardcore voetbal. En ja, hoe moet ik tot aan dat doel geraken? Nee, Zoet, wat doe jij? Nee. Wat is dit? Je had nooit mogen vallen, dat doelpunt. Oh my god. Wat doet Zoet daar met die bal? Kijk, waar staat onze keeper? Ik ben gewoon verbijsterd. We staan 1-0 achter. Op zo'n rare manier. Kom aan, Depay. Depay! Wat is dit voor een schot? Oh my god.
En daar in de verte zie je de pieces liggen. Die ligt daar op de grond. Velodrijvers is geblesseerd. Ik hoop dat dat niet voor te lang gaat zijn in dit seizoen, maar we zullen het wel zien zeker. Ah, laten we gewoon het beste hopen voor hem dat de blessure niet te ernstig is. Oké, wat gaat er gebeuren met Velodrijvers? Ik heb geen idee. En ik zie net dat Arjen Robben ook bij Paris Saint-Germain speelt. Dus ze hebben Pogba, Arjen Robben, dan Ibra, Lavezzi. Wat een topteam. Ah, Pogba, wat een trekker. En we staan ineens 0-2 achter tegen Paris Saint-Germain. Ah, nee. Kijk naar deze move. Kijk naar die move. Poem, poem, poem. Hup, tik, tik. Linksbeen, rechtsbeen, linksbeen. En dan hup, naar links trappen. Paul Pogba. Allee, de match zit erop. En ik snap niet waarom dat PSV mij daar een hele match heeft laten opstaan. We verliezen met 2-0. Ik krijg nog springen plus 1. Maar ja, het gaat er niet goed uitzien voor mij. We konden niets doen met mij. Mijn arm lag er bijna af of zo op dat veld. Dus ik ben benieuwd wat de blessure gaat zijn, hoe lang. Ik ga misschien de dingen missen, de match voor België, wie weet. Dus ik ben echt benieuwd wat er staat. 5 dagen gekneusde elleboog. Oh, gelukkig niet te lang. We gaan gewoon deze match moeten skippen tegen Cambridge waarschijnlijk. En dan zal alles in orde zijn. Zie, inderdaad, mogen we niet spelen tegen Cambuur. Dus kom aan team. Fingers crossed, maar we zijn wel op tijd fit voor de Belgische wedstrijden. Dat is wel mega vet. En heb iemand anders van ons team is al geblesseerd en gaan ze die niet ook niet verwisselen, dan zou PSV echt super raar bezig zijn. Maar we moeten hier winnen. Nou, oké. Locadia met de goal. Kom aan, team. Narsing. Wat is dat? Dat is Bilder. Huppla, Narsing met de goal. Kom aan. 1-2. Kom aan, jongens. Niet opgeven. Voilà. PSV pakt de overwinning. En dan hebben we 2 matchen gewonnen deze aflevering en 1 verloren. Maar ja, Champions League is zeer moeilijk, zeker in die poelen waar we nu zitten. Tegenover Europa League. Als we dat zouden kunnen halen, zou echt een fantastisch zijn. Gewoon derde proberen worden in die poelen en alles is in orde. En nu, ja, zeg ik goodbye. Ik zie jullie terug. Oh, ik mag niet meedoen met België of wat? Nee, waarom niet? Ah, dat is zeer jammer. Maar is dit Bakali wel een transfer? Oké, dat zou wel kunnen. Ja. Dan is volgende keer Willem 2. Raar dat we niet mee mochten voor België. Misschien doordat we geblesseerd waren. Dat ze misschien zeiden van, ah, laat hem maar thuis. Jammer genoeg. Maar ja, volgende keer is dan tegen Willem 2. We staan momenteel derde in de competitie. We zijn al terug boven Ajax gesprongen. En we staan op 1 punt van de eerste plaats dat Twente inneemt. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We zijn gelukkig niet geblesseerd. En tot de volgende keer. Have a nice day, jongens. Bye.